Pim, je hebt gelijk gehad. Jij hebt het goed gezien, jij hebt het snel gezien. En wij hebben allemaal zitten slapen. En wij hebben ons gewoon vergist, denk ik, achteraf. We zijn hier nu op een, bij elkaar op een historisch moment. Want wat is er gaande in Europa? Wat is er gaande in grote delen van de wereld? Er is een politieke omwenteling gaande. Een politieke revolutie, zo u wil. Natuurlijk, geweldloos, democratisch. Maar ze jaagt de gevestigde orde nu al de stuipen op het lijf. In Amerika is het Donald Trump. Hij is het symbool ervan. In Europa zijn wij dat, u en ik. Het is de patriotistische lente die begonnen is. Overal, overal om ons heen klinkt de stem van de patriotten. In Amerika, in Frankrijk, in Oostenrijk, maar ook in Italië. In Duitsland, waar kanselier Angela Merkel zondag over een week gigantisch op haar donder gaat krijgen in de deelstaatverkiezingen. Ik zeg u, Angela schafft es nicht. En natuurlijk, natuurlijk klinkt de stem van de patriotten ook in Nederland en hier in het mooie Vlaanderen. Overal klinkt de stem van het volk. En die stem die klinkt steeds luider. En die stem die zegt, wij pikken het niet langer. Zwijgen. Wij zwijgen niet langer. Dit is ons land en dat laten we niet van ons afpakken. Genoeg is genoeg. Want islam en vrijheid gaan niet samen. En de vrijheid van meningsuiting heeft ook alles te doen met onze patriotistische lente. Ze is er eigenlijk de trigger van. Ze is ons belangrijkste wapen. En dat geven we natuurlijk niet af. De vrijheid van meningsuiting is de poortwachter van de democratie. Geografisch zijn we nu in het midden tussen twee plaatsen die de grootste gevaren voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie symboliseren. Aan de ene kant de islam en aan de andere kant het politiek correcte cultuurrelativisme. Het hoofdkwartier van de Europese Unie. Het monster dat alle naties van Europa van hun identiteit, van hun grenzen wil beroven. De Europese Unie, beste mensen, duwt ons de massa-immigratie, de asieltsunami en de islamisering door de strot. Ze maakt van heel Europa één gigantisch molenbeek. En wij hebben eigenlijk maar één wapen. En dat is de vrijheid van meningsuiting. Het wapen waarmee wij de waarheid en niets dan de waarheid ook over de islam verkondigen. De tirannie van de politieke correctheid verdrijven. Want die zijn we beu. De tirannie van de wereldvreemde leiders die half Afrika en het Midden-Oosten hierheen willen halen. Die tirannie willen wij verdrijven. Weg ermee. Zij zijn de mastodonten uit het verleden. En wij willen met elkaar naar de toekomst. Het eerste wat wij zouden doen is natuurlijk het sluiten van onze nationale grenzen. Dan zou ons belastinggeld niet langer aan asielzoekers worden besteed, maar aan onze eigen mensen. Aan onze eigen pensioenen. Aan onze eigen gezondheidszorg. Aan onze eigen werkenden en ondernemers. Aan onze eigen ouderen. Aan onze eigen veiligheid. Vrienden, onze strijd, we moeten daar eerlijk over zijn, is ook niet gemakkelijk. En niet zonder gevaar. En van mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. En daar ga ik niet voor. En ik zeg, u mag hier blijven, maar u past u aan. En ik moet daar horen, Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent een christenhond. Dat zeggen zij. En u vindt het goed. En ik ben heel beheerst tot nu toe geweest. Ik heb het nooit herhaald. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is het zat. Zij zat. Daar sta ik voor. En als ik dat anders moet verwoorden, prima. Maar het gaat om uw kinderen, om uw kleinkinderen. Waar gaat het anders om?
Moet ik nou meer hier neerzetten? Ik kan niet anders. En ik doe niet anders. Dan maar ik afgemaakt. Oké, prima. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dat blijft. Mensen hebben er meer dan genoeg van. Godverdomme in mijn stad. Marokkaanse jongens, Turkse jongens. Die niet die Turken, niet die Marokkanen beroven. Maar u en mij, oude vrouwtjes. En de politie, wat doen ze? Godverdomme, niks. Die zeggen, als je dat zegt, discrimineert. En dat verhoort ik van het Nederlandse volk. En ik sta ervoor. Ik sta ervoor. Mag het niet? Oké. Ik respecteer je. Sissa. Wat nou het ergste is dat ik het er nog mee eens ben. Oh, ja, ik ook. Ja. Maar het, je kan het niet zeggen, zo op die manier, dat is geen politiek. Wat is dat? Ik vind het juist ook heel fijn om te horen. U ziet het vanavond met eigen ogen om u heen. Ik heb er zin aan. At your service. En zij beschermen ons. En het is triest dat dat moet. Zij beschermen ons tegen mensen die zich laten leiden door verzen uit de Koran. Zoals Soera 47:7, wanneer gij een ontmoeting hebt met de ongelovigen, houd dan in op hun nekken. Of Soera 860, maakt voorbereidingen om Allah's vijanden te terroriseren. En natuurlijk zijn niet alle islamieten terroristen. Dat weet ik ook wel. Maar de meeste terroristen vandaag zijn wel de aanhangers van de islam. En dat moet gezegd worden. En daarvoor hebben wij de vrijheid van meningsuiting nodig. En natuurlijk zijn de terroristen een minderheid onder de islamieten in onze landen. Maar die minderheid kan helaas wel rekenen op de grote steun van de meerderheid. En ook dat moet gezegd kunnen worden. En ook daarvoor hebben wij de vrijheid van meningsuiting nodig. In Nederland zijn 3/4 van de moslims zegt dat Nederlandse moslims die in Syrië jihad gaan voeren, helden zijn. 3/4 van de Nederlandse moslims vindt jihadisten, vindt Syriëgangers helden. Maar Syriëgangers zijn geen helden. Weet u wie de echte helden zijn? De helden zijn de kiezers van het Vlaams Belang. De helden zijn de kiezers van de Partij voor de Vrijheid. En zij verdienen uw applaus. Leef ik zelf onder politiebescherming. Altijd. Overal. In het binnenland en in het buitenland. Privacy, ik weet nog hoe ik het moet schrijven. Persoonlijke vrijheid, ik heb het niet meer. Mijn eigen brievenbus legen, ik mag het niet meer. Met mijn vrouw gaan shoppen, naar een bioscoop gaan of naar het strand. Het zijn allemaal dingen die heel lang van tevoren gepland moeten worden. En waarvoor een dozijn agenten moeten worden ingeschakeld. Waarom vertel ik u dat? Niet om uw medelijden te vragen, maar om u te tonen hoe het belangrijk is dat wij iedere dag opnieuw voor die vrijheid vechten, zolang we hem nog hebben. Want beste mensen, vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat heb ik wel geleerd. Dus waardeer het. Waardeer het nu en vecht daarvoor. Iedere dag opnieuw en niet pas als u het kwijt bent. Onze vrijheid, uw vrijheid, de vrijheid van uw kinderen staat vandaag op het spel. En onze vrijheid wordt niet alleen bedreigd door de islam. Ook de elite bedreigt onze vrijheid, wil onze meningen aan banden leggen. Vandaag, precies over 2 weken, op vrijdag 18 maart, sta ik opnieuw voor de rechter. En ik word vervolgd omdat ik PVV-sympathisanten vroeg of zij meer of minder Marokkanen in ons land willen. Als ik nu hetzelfde zou hebben gevraagd en gezegd over Syriërs, had ik waarschijnlijk de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Want ongeveer alle regeringsleiders
zetten daar nu op in. Maar die rechtszaak tegen mij is een politiek proces. Is bedoeld om mij het zwijgen op te leggen. Is bedoeld om de vrijheid voor mensen die de waarheid spreken te stoppen. En u weet misschien, er kwamen na mijn uitspraak, na mijn vraag, duizenden aangiftes. Op voorgedrukte formulieren. Uitgedeeld in moskeeën. Ingevuld op politiebureaus waar politieke tegenstanders in grote stoeten heen trokken. Met vaak de burgemeester voorop. En nu eisen ze ook nog geld voor immateriële schade. Veel gekker moet het toch niet worden. Niet-westerse allochtonen en niet in de laatste plaats Marokkanen zijn, zoals we wel weten, zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteit en de uitkeringsafhankelijkheid. Dat kost ons miljarden per jaar. Ik zou van hen geld moeten terugvragen. En ik vraag me wel eens af, wat zouden die mensen nou van mij willen bereiken, die mensen die mij aanklagen? Denken ze toch dat ze mijn vrijheid kunnen afpakken? Vergeet het maar. Welke vrijheid? De enige vrijheid die ik nog heb, is mijn vrijheid van meningsuiting. En zal ik mij nooit af laten pakken. Geen rechter die dat zal lukken. Ik zal altijd de waarheid blijven spreken. Ook, misschien moet ik zeggen, juist als politiek correct Nederland het niet wil horen. Denken ze misschien dat ze de patriotistische lente nog in de kiem kunnen sporen? Vergeet het maar. Ook die geest is uit de fles en zal er nooit meer terug inkomen. Want u, ik, wij spreken namelijk niet alleen namens onszelf. Wij spreken namens miljoenen mensen in onze landen. Niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar wereldwijd. Kijk om u heen. Overal, overal komen steeds meer mensen in het verzet. En de elite, die is duidelijk in paniek. Ze willen nu rechters meningen laten verbieden. Maar ik zeg tegen hen, rechtbanken kunnen geen ideeën tegenhouden. En niet in Nederland. Ondertussen staan wij op een keerpunt in de geschiedenis. De gevestigde orde, ik noem ze graag de elite, denkt dat ze met een paar ontevreden mensen te maken hebben. Dat ze die kunnen negeren. Ze beseffen niet dat wij de voorhoede zijn van een wereldwijde krachtige beweging. Want miljoenen burgers, overal, voelden zich niet langer vertegenwoordigd in onze democratie. Er heerst echt een crisis. In Vlaanderen, in Nederland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Oostenrijk, Italië, in heel Europa. Wat zeg ik? In het hele Vrije Westen. De mensen liggen niet alleen wakker van de economische crisis of van de asielcrisis. Er is veel meer aan de hand. Het is een existentiële crisis. Bestaat ons land nog over 10 jaar? Is onze cultuur straks nog de onze? Zijn we dadelijk een minderheid in ons eigen land? Kunnen onze dochters nog veilig over straat? Steeds meer mensen maken zich daar terecht grote zorgen over. En geloof me, niemand kan ons stoppen. Om de eenvoudige reden dat de reden zich niet laat stoppen. De mensen beseffen donders goed dat onze regeringen de zaken alleen maar erger maken. En de mensen beseffen donders goed dat er niet naar ze geluisterd wordt. Dat het democratische tekort in al die nep-parlementen in Europa levensgroot is. De elite die ons de mond wil snoeren staat op omvallen. Ze werd gewikt, gewogen en te licht bevonden. De Europese Unie en Schengen kraken aan alle kanten. En hoe eerder ze instorten, hoe beter. Maar wij bieden ook een alternatief. In ons vaandel staan 3 belangrijke woorden. Soevereiniteit, identiteit en vrijheid. En die woorden zijn ons positieve antwoord op die existentiële crisis waar we nu middenin zitten. En identiteit betekent dat wij weigeren toe te kijken terwijl onze beschaving kapot wordt gemaakt. Terwijl ons mooie Vlaanderen, ons mooie Nederland, ons mooie vaderland verder islamiseert. En vrijheid betekent dat burgers zelf beslissen over hun eigen lot.
dat ze de waarheid mogen spreken. Dat ze hun mening kunnen uiten zonder voor de rechter te worden gesleept of te worden bedreigd. En dat betekent ook dat we meer directe democratie moeten introduceren. Met bindende referenda om zo vaak als het nodig is onze nationale regeringen te corrigeren. Zwijgen. En ik beloof u, als ik volgend jaar premier word, geef ik Nederland terug aan de Nederlanders. En als u wil, pak ik Vlaanderen er nog bij. Zwijgen. Ik zei het al, de lente staat voor de deur. De winter van onze ontevredenheid is bijna voorbij. Steeds meer Vlamingen en Nederlanders steunen ons. In Nederland is mijn partij al maandenlang de grootste in vele peilingen. En ook bij u hier in Vlaanderen zit het Vlaams Belang geweldig in de lift. En dat bewijst één ding. Wij hier zijn de toekomst. Want de toekomst is aan de moedigen. De toekomst is aan de helden. En jullie hier, jullie allemaal, jullie zijn die helden. Dank u wel. Wij zijn realisten met een hart. Whatever happens in the court case, Holland is in a no-win situation. If Wilders is found guilty, what will that mean for freedom of speech? And if he's acquitted, will the Netherlands have officially sanctioned the freedom to attack Islam in the most vitriolic terms? Wat mij betreft hier onze wetten gelden, ook onze normen. En wat we daarvoor nodig hebben is minder islam en daar gaan we voor knokken. Dank u wel. I admire him tremendously. If I were in Holland, I would vote for him and I would work to elect him. I admire him tremendously. I think he's very courageous. And I have the utmost respect for him, and I wish him success. If he ever became the leader of Holland, I think it would create a tremendous awakening throughout Europe, throughout the Western world, and even in Israel. Mohammed, if he were alive today, would be a member of Al-Qaeda.